Goedendag iedereen, te Hulst. Hier het winkelcentrum Stationsplein met de aansluitende supermarkt. Nog een interessante update. Dus hier aan de locatie van de brug met verbinding Havenfort Parking is het terug open voor de voetgangers en eventueel ook voor de fietsers. Ja, met de fiets bedoel ik dan wel even te voet stappen. Want er zijn hier dus momenteel werken, had ik ook al getoond in een vorige video. Maar dus, de toegang was hier afgesloten. En dat maakt enkel toegankelijk via de binnenstad, als je komt van de andere kant van Hulst. En je had toch wel een redelijke omweg te doen. Voor de mensen dus die even aan de andere kant moeten zijn. Of eventueel komen van het busstation. Dus deze route hier kan je best even te voet stappen. En zo kom je tot het Michel Stadspad. Dus met de fiets is het normaal gezien 6 minuten van de supermarkt tot de locatie daarvan Hulst, het busstation. Te voet moet je wel rekenen tot 25 minuten stappen. Maar natuurlijk, het is wel interessant dat deze route terug kan gebruikt worden. Terug hier de verbinding en hier nog een zicht op de werken momenteel aan de Havenfort Parking. En dan daar heb je de aansluiting voor de binnenstad. Je kan natuurlijk ook wel via de binnenstad als je eerst in de binnenstad moest zijn. Maar bon, die route is natuurlijk wel belangrijk. Zo, hier nog een beeld op de toegangsweg. Dus absoluut niet aangeraden van te fietsen, mag ik zeggen. Het is natuurlijk wel slijkerig, dus even te voet stappen en een tweetal minuten en je bent aan deze locatie hier van de supermarkten. Zo, ik kan terug door met de fiets nu naar de andere kant. Hier is echt op binnenstad Hulst. Ja, dit pad wordt ook gebruikt in het weekend voor mensen die gaan joggen. Even ontspannend een wandeling gaan doen. Het is bijzonder mooi hier. En ook rustgevend. Je hebt hier ook wel de rust. Een stuk natuur, laat ons zeggen, en dan even verder de provinciale weg. Zo, hier zie je ook goed de afstand, dus terug aan de linkerkant de zone van het winkelcentrum en daar even verder de provinciale weg, dus verbinding linkerkant voor België. Van deze locatie minder dan 5 kilometer, de grens met Kapellebrug en dan ben je te Steken of de Sint-Gilles-Waas. En dus de andere kant ga je richting Van Terneuzen met ook de verbinding voor de dorpen. Ja, de huidige mobiliteit is nog altijd het openbaar vervoer. Die stopt natuurlijk aan Hulst busstation de andere kant. En nog altijd, ja, die route dat je hier moet op. Zo, dit was het Michel Stadspad nog even in het kort. Hé. En nu ga ik langs het Hulst busstation. En dan hier is ook de mogelijkheid via de binnenstad, natuurlijk de dubbele poort. Kan je dus hier je route vervolgen en dan ook naar het winkelcentrum gaan. Maar bon, het is goed dat die andere route open is. Vooral om terug te keren is dat wel een snellere route via het Michel Stadspad. Zo, aankomst Hulst busstation, dus hier aan de rechterkant de lijnbussen 7x7 en dus de mogelijkheid om via het Michel Stadspad naar het winkelcentrum te gaan of eventueel voor de retour.